In november vorig jaar kwam de Oosterhoutse ondernemer Oosjakan met plannen om het ketelhuis in Lent om te toveren tot een horecagelegenheid voor de buurt. Deze zou in mei 2017 de deuren openen. Hoewel de vergunningen inmiddels verleend zijn, zijn er onverwacht problemen ontstaan met de financiering van het project. Nou, toen wij de financiering aangingen met de bank uh, had ik een een zeer positief gevoel, omdat ze mij ook het gevoel gaven dat ze de plannen uh, steunden. Dat gevoel hebben ze gegeven door zelfs mijn inf de informatiedag te, uh, te bezoeken. Als ondernemer verwacht je dat ze heel gauw een antwoord kunnen geven op de casus die ze uh, voorgeschoven uh, krijgen. Maar jammer genoeg uh, gezien mijn financiële achtergrond, zie ik dat de banken niet uh, eerder uh, durven te zeggen. Dat de plannen uiteindelijk uh, binnen hun management uh, geen fiat krijgen. Nou, uiteindelijk uh, na een aantal gesprekken uh, ben ik overgestapt naar een, een, een hele uh, andere platform, Now. Wij zijn al 2,5 week uh, nu actief met de crowdfunding. Uh, met een looptijd van ongeveer uh, 78 of 72 dagen aan mijn hoofd. Nou, het doelbedrag uh, hebben wij op uh, 180.000 euro staan. We zitten op 3% nu ongeveer. Uh, maar het gekke is dat wij uh, afgelopen week, er is heel veel reuring geweest, waardoor heel veel mensen in één keer uh, met investeringsbedragen zijn gekomen. Dus uh, het heeft geholpen dan dat wij uh, social media en andere media uh, groepen hebben benaderd. Buurbewoners en andere geïnteresseerden worden nu opgeroepen om mee te helpen met de financiering van de plannen. Wij zijn heel erg druk met, onze, met, de, met de buurtbewoners. We zijn heel erg betrokken. Gisteren heb ik hele enthousiaste buurtbewoners op bezoek gehad. En met die steun willen wij ons project realiseren. Maar dat doen we met z'n allen. Dus daarbij hoort samenhorigheid, het wijgevoel. Iedereen kan ons steunen vanaf 50 euro via de link crowdaboutnow.nl slash campagne slash ketelhuis.